Sport geeft mij een droom en een doel om elke dag het beste uit mezelf te halen. Hallo! Hi. Leuk dat jullie er zijn! Hebben jullie een beetje zin in? Yes! Waarom heb je voor de rolstoelbasketbal gekozen? Ja, eigenlijk heb ik een Paralympisch talentendag gedaan. Dat is van NOC NSF. Kun je allerlei verschillende sporten proberen. En daar heb ik gevolleybal, tafeltennis, basketbal. En toen ging ik eigenlijk voor het eerst in zo'n stoel zitten. En toen kon ik voor het eerst een hele lange tijd weer pijnvrij sporten. En ik mocht een beetje rammen en rousen. En met de bal allemaal dingen doen. En toen dacht ik, wow, dit is cool. Ik ben meteen begonnen vanaf wanneer het mocht. Ja. Maar helaas mocht het pas vanaf 6 of 7 jaar of zo. En vorig jaar ben ik gestopt. En in totaal dus wel iets van 18 jaar basketbal. Maar ik sluit het niet uit dat ik weer ga basketbal. Ja. Doen jullie dit allemaal? Of? Ja, dat is het liefde voor de sport. Het blijft een leuk spelletje. Ja. Hoe oud je ook bent, denk ik. Dat verlies je niet. Nee. Wat vinden jullie het leukste onderdeel of het leukste aspect van basketbal? Ja, teamgevoel, competitie spelen, keihard werken. Ja. Want wat is de reden dat jullie nu niet meer basketballen? Ik heb nog wel eventjes doorgebasketbald toen ik kinderen had gekregen. Maar op een gegeven moment kwam er een nieuwe baan, een nieuw huis. En de kinderen werden wat ouder, dus dacht ik, nou, even een tikje terug. Net hebben we natuurlijk bestaand gebasketbald, maar nu wil ik toch ook wel even zien of jullie dit een beetje in de rol kunnen. Sport betekent voor mij snelheid, felheid en gezelligheid. Keihard werken en dan met een team of individueel voor een bepaald doel gaan. Winnen en de gezelligheid van de derde helft. Wat doet sport met jou? Laat het weten op nationalesportweek.nl.